Bijeenkomst is het van 3. Vandaag zijn we bij elkaar. Eigenlijk denk ik een hele feestelijke bijeenkomst hier in de Verkadefabriek. Ik ga hem zo meteen iets voorlezen. Voor 22 minuten. Eerlijk gezegd vind ik dat spannend. En eigenlijk doe ik dat helemaal liever niet. Het liefste zou ik jullie gewoon allemaal een kleine leespauze willen geven. Voor enige uren. Zodat je namelijk gewoon... En ik zal ondertussen dan wel zorgen voor de catering. Hoe vaak niet had ze gehoopt dat hij op een goede dag zou zijn vervaagd. Maar hij zat er nog, de blauwe streep. Hij liep van haar jukbeen tot vlak boven de linker mondhoek. Ze vond in haar beautycase de stift die ze zocht en draaide aan de huls. Speciale maskerende crème, vleeskleurig. Het litteken leek te schreeuwen om aandacht, alsof het haar wilde herinneren aan haar kwelling van die nacht. Maar daar had ze nu eenmaal geen last meer van en tevreden stelde ze vast dat de griem de onvolkomenheid verdoezelde. Netjes, mompelde ze. Want vanaf onland heeft hij me ingeschakeld om te... mee te denken, mee te lezen. En onland vond ik af en toe een onding. Dat ligt daarachter. Het is zo ontzettend dik. En het tweede boek is zo verschrikkelijk veel beter. Ja, je hebt er twee voor, hè?